Wat je hier voelt is die grootsheid van de hal en die uitgestrektheid. En eigenlijk is het redelijk druk en dat merk je niet eens. Het station moest de ontwikkeling naar 2030 mee kunnen maken. En dat betekende een aanzienlijk grote reizigersstroom. En daarvoor heb je meer ruimte nodig. En dat zie je eigenlijk. Er is heel veel ruimte gemaakt. Wat eigenlijk opvallend is, dat alle OV-vervoersmodaliteiten in het station worden gehuisvest. Dus treinen, maar ook bus en trams. En daardoor is eigenlijk ook die golf ontstaan. Want die golf die geeft ook de verbinding tussen de verschillende onderdelen van het station. Bij deze kolom, die staan allemaal op de oude plek waar de oude kolommen staan. Het gewicht van het oude dak, dat is eigenlijk ook het gewicht van het nieuwe dak. Want er kon niet meer gewicht op. De hal zelf, die staat vrij en die kan ook vrij bewegen. En dat betekent dus dat de gevel, die kan je dus niet op de vloer zetten. Want als het dak beweegt en glas kan geen beweging opvangen, dan breekt het. Dus alle gevels die hangen als een soort gordijn aan het dak. Aan de onderzijde zie je dus dat daar een beweging zit. Die kolom kan op en neer. En daardoor kan die beweging van 7 centimeter opgevangen worden. Hier zie je dus dat we de commercie niet in de gevel, maar van de gevel hebben gemaakt. Waarbij dus echt een ruimte is waar mensen kunnen wachten, kunnen verblijven. En mensen zicht hebben op de treinen. Het geeft het gevoel van ik ben op een station. De perrons die zijn heel licht geworden. En door het glas in het midden van de perron te maken. En dat is daardoor ook veel meer een prettig verblijfsgebied. Wij hebben veel grijs tinten gebruikt, omdat de bewegwijziging en ook de vertrekstaten, die hebben allemaal een vrij felle kleur. En die zie je eigenlijk. En verder vinden we ook dat de mensen in het station kleur geven aan het gebouw. Ik ben er heel trots op. Het past gewoon zoals wij dat ook hadden gedacht. Het is helemaal af.